Welkom mensen van de Midstream Team bij episode 4 van mijn Egypt Short Campaign. De laatste keer dat we gebleven waren, is dat we dit aan het besiegen waren. In het begin van de game lijkt dat iets zwart. Oké. En we waren onderweg naar Seleucia. Dus als Seleucia is overgenomen en Sardis. En Seleucia hebben dit niet overgenomen. Dan kunnen we verder gaan naar Armenia, aangezien Seleucid Empire a dood is. Maar we zullen eens even een scout sturen. En dan zijn we nog steeds aan het besiegen. Dus we zullen hier wel maatregelen moeten treffen. Maar op zich hebben we hier genoeg troepen die dat kunnen doen. Ja, zeker. Slingers, hoplites. Keuze genoeg. We gaan weer heel snel een troepje maken. Hier nog troepen. Voilà, we zullen die mee naar hier sturen. Hoe meer, hoe beter. Ze hebben hier een general, dus als zij dit settlement overnemen, hebben wij geen general die het moraal kan bieden. En Nubian Spearman kan snel weglopen. Dat hebben jullie gezien de vorige keer. Oké, we zullen eens beginnen met... ze hebben mij niet aangevallen. Dat is een beetje... jammer. Ik heb ook geen ram. Ja, dan zullen wij gewoon deze hier zetten. En de volgende keer zie je. Ja, soms werkt het niet. Eens kijken wat hier allemaal zit. Peltes en een general. Ja, niets om ons zorgen over te maken. Dus. Engage the enemy. Nice. Oké, perfect. Eens kijken, hier moeten we iets militairs hier doen. Ik heb weer twee generals, waaronder mijn faction leaders. Misschien kunnen ze verder gaan. Naar deze richting. Carthage. Nou, ik ga eruit. En ze zijn een beetje boos. Maar dat maakt niet uit. Ik kan de tekst een beetje verlagen. Oké, dat ziet er goed uit. En dan misschien een tempel heb ik al gemaakt. Oké, ja. Zeker nog deze jongens maken. En dan kunnen we verder gaan naar hier. En ik zie hier al wat diplomaten. Hier zijn we nog steeds at war mee, dus we gaan eens kijken of wij daar een ceasefire van kunnen maken. Very demanding. Hey, sorry maat, maar... je wilt gewoon ceasefire met Egypt. Je wilt nu in oorlog met Egypt. Surely, you just. Oké, fuck you dan. Ah, dat is van Carthage, perfect. Die had ik nodig. Trade rights doen, map information. Map information. A most generous proposal. Oké, nice. Zij zijn dus verstandig. Alliance. Balanced. Wil ik een alliance? Nee, nog niet. To hear is to obey. Oh, deze heeft muren. Kies meneer. Oké, dan kunnen we misschien deze overnemen vooraleer Carthage hier aankomt. Dat zou perfect zijn. Maar ja, het is nog heel veel turns. En boten de naar sturen gaat ook lang duren. Dus dat gaan we niet doen. Wat hebben we hier nog van troepen? Niet veel. Oké. We hebben 8000 geld ongeveer. Dus ja, we zullen eens kijken. Hè. Die zit daar nog steeds, die zit daar. Merchant is nog steeds niks aan het doen. Is hij eigenlijk geld aan het maken nu? Niks. Ja, maakt niet uit. Gaan we daar ook niet meer mee bezighouden. We hebben nog een spy, goed zo. Die zullen we wel naar Armenia. Die staat hier maar wat te staan, dat is geen probleem. Alhoewel, die kan die misschien naar hier sturen. Dat zijn hoplites, slingers. Kan ik eigenlijk hier mercenaries maken? Oh ja, perfect. Cretan archers, maar dat kostte heel veel.
Epics hier is zelfs ook nodig. We zullen eens kijken hoeveel territories ik heb. Ik heb 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Als ik deze verover. En dan 14 als ik deze verover. Dus op zich moeten we de Greek cities hier niet aanvallen. Helikarnassus ook niet. Ik kan het doen om voor de fun, maar is het nodig? Geen idee. Jullie mogen mee in oorlog tegen Armenië. Mag ik door het land van Pontus, is een vraag. Zou er eigenlijk een diplomaat moeten hebben? Heb ik een tweede diplomaat? Nee, ik heb er maar eentje. We zullen hier eens doorgaan. Maar we gaan jullie niet aanvallen, Pontus. Wees maar gerust. Ik weet niet zeker of ik daardoor mocht gaan, maar... Ja, precies wel. Precies wel. Oké, dan kijk naar de Armenië gaan. Nee. Oké, ja. Blijkbaar ken ik daar toch niet door. Dat wil ik niet. Oké. Dan gaan we verder naar de militaire acties. Orders! Oké. Okay. Wie ben jij? Nu weet je. Not rebels. Nu weet je nog een general. Die sturen mij op oorlog hier. Oh, die hebben zelfs twee generals. Holy crap. Oké, dan moeten we wel bekijken hoe we dat gaan regelen, zoiets. Captain Alexander. Jullie zijn hier nog. Jullie mogen mee naar hier. Oké. Okay. Wel, ik kan beter misschien ook gewoon terugkeren. We zullen eens kijken wat de kortste route is. Toch via het Pontus. Maar ja, dan is dat weer een army. Ik weet het nog niet. Ik ga ze gewoon even daar laten staan. Oké, mijn militaire dinges ben ik tevreden. We gaan eens kijken of wij kunnen bouwen. Kijk, waarschijnlijk altijd naar dezelfde settlement. Ah ja, hier kunnen wij een governance villa bouwen. Dat is goed. Hier kunnen wij niets bouwen. Oh jawel. We gaan hier een tempeltje maken. Het raar kunnen we ook niets bouwen. En daar is ook al een tempel gebouwd. Dus we gaan over naar de troepenbouw. Hier mogen jullie dat maken. Daar kunnen jullie niets maken. Ja, daar. Petra, wil ik daar iets maken? Nee, niet per se. Tarsus, zeker. In het oorlogsgebied. Siwa, nee. Sidon, nee, denk ik. Of ja, maak maar een spy. Jeruzalem. Maak nog wat slingers, why not? Dit is ook goedkoop. Salamis, niets. Of ja, pak maar een spearman. Dan Thebes. Nee, daar heb ik niets nodig. Memphis ook niet en Alexandria ook niet. Wel, ik kan er misschien een nieuw leger maken. Voor eventueel een latere campaign tegen Rome, maar dat gaat toch niet gebeuren. Oké, perfect. Dan zijn we overal iets aan het bouwen en overal iets aan het maken. Allee, bijna toch overal. Dan kunnen wij overgaan. We hebben nog veel geld over. Dus dan kunnen we overgaan tot eventueel mercenaries. En deze zijn altijd goed. Hoplites, Cretan Arches, slingers, joh. Deze maakt me niet uit. 4000, die kost echt veel. Voilà, nu hebben wij een grotere army hier. Perfect. Dan denk ik dat ik bij deze intern kan doen. Nee, wacht. Ja, die zijn al bogen. Oké. Okay. Oh, melding. Ja, oké, okay, dat wist ik al. Ik moet hier een onderhandeling met Pontus, dat ik daardoor kan. Nice, oké. Okay. Kan ik hier alsjeblieft niet door? Alsjeblieft. Nu komen ze ook in Mellon staan, maar ja, dat is normaal, bedoel. Ik heb in land ook invade. Allee, invade. Niet echt. Dat is een merchant. Sire? Kan ik al mijn Pontus onderhandelen ergens?
Ze is hier ergens aanwezig. Kan jij zo op de map zien? Oké, nee, precies niet. Legers of zo, niks. Ja, veel ken ik hier niet van, dus. Oké, dan gaan wij gewoon die diplomaat sturen naar Pont. Hey, Armenië is hier ook al. Oh, perfect. Oké, we zullen die diplomaat maar naar Pont sturen. Jullie mogen mee naar hier. Armenië, waarom onderhandel je niet met mij? Ah, is een merchant. Dat is ook een merchant. Nee, dat is een diplomaat. Oké, perfect. Kijk, met Seleucids. Our patience is limited. Ja. Our patience is limited. Ze zijn bij dood. Ze zal ineens aanvallen, ze. Onbeleefdrik. Alrighty. Dat moet een edge zijn. Allemaal militia hoplites. Peasants. En ook, ja, die general is... fucked, maar ja. We hebben fallen back archers en pikes. Let's do this. Today is a good day to die. But better still to live and tell our grandchildren of brave deeds and braver men. What a speech. Spearmen, hold this completion, commander. Hoplites. Ram. 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 Niet laten trekken door archers. Oh wow, de gate is zelfs open. Holy shit, hebben we zo'n zieke reen. Als je dat vergelijkt, hè. Nu de brede range. Als je dat vergelijkt, zie ik. Oh, dat zijn slingers. Die hebben ongeveer hetzelfde. Maar crit en archers hier. Bam, zie! Die range is gewoon zot. Oké, ja, let's starten. Een rem hebben we niet nodig, dus. We zullen gewoon mijn archers naar hier sturen. Pak twee archers. De peasants zijn OP. Dus je moet het dood. Mijn munitie verspeeld aan peasants. Holy crap. Ik heb een chariot archers, die kan ik speed misschien nog gebruiken. Chariot archers! General! General! Chariot archers! Is er nog iemand? Nee, oké. Okay. Dan wordt het een stil aan tijd om naar binnen te gaan. Oh nee, what the fuck? Nee, ik wil geen chariots. Blood off. Ik wil de pikes. Nee, de hoplites. Ja, weer deze spotjes en de... Ik heb zo de indruk dat de steden meer hetzelfde zijn. Of vergis ik mij? Of was dat altijd al zo? Ik vind er al echt een pain in de ass. The cowardly enemy have lost the walls. Send your troops and take the rest of the settlement. Zal informatie.
even stoppen met schieten. Oh, die gaan zelfs al vluchten. Oké. Okay. Maar is aan de andere kant. Ja. Ja. Kom maar eens. Eens kijken of we deze hoplites hier kunnen lokken. Er is al één groepje weg. Gaat iedereen naar het midden zeker? Nee, die blijven gewoon staan in mannen. Mag ook. Zelfs beter. Hier aan het doen zijn. Maar deze zullen we weer zetten. Voor zekerheid. Oh, daar hebben we nog hoplites. Komen die naar ons? Om voor de zekerheid deze bomen hier zitten. En fire it well. Die hoplites komen zelfs gewoon naar ons zonder dat we naar ze schieten. Maar dat is goed. Kom maar. Normaal zijn mijn mercenary hoplites beter. Het zijn gewoon hoplites en dat zijn mercenary hoplites. Shaken zelfs al. Die hoplites zijn zoveel beter dan die Nubian Spearman. Ja, ze gaan al lopen, dat is goed. Nu hopen dat je general komt. Hey, general, kom maar. Kom maar.
Nu willen zij ook komen, kom maar. Dat is direct opgelost. Oh, wow. Wat doen jullie allemaal? Ze zijn weer bezig, hoor. Oké, de general komt ook af, dat is goed. Perfect. Dat is geen wat ik wou. En zal ik al een paar kills op ons krijgen? Zie, zal. Hopelijk hebben we nog geen kill gehad. Allee, nog geen dead gehad. Oké, nu wel. Met die Nubian Spearman had waarschijnlijk al. Wauw, nice. Het waarschijnlijk al een hele groep verloren of zo. En fuck you, ga weg. En nu komen die gewoon altijd terug, die general, dat is goed. Of hij blijft daar. Hij is toch nog op met 12. We gaan ondertussen de Cretan Archers naar hier sturen. Hè? En deze Archers ook. We zullen die militia hoplight eens lokken. Hè? Oké, een arrows en op. Ik ga altijd maar lopen, what the hell. Zien jullie nog maar op die general? Iedereen dood ben al, kom. Gewoon fire at will, why not? Let's shoot them to death. Zie dat aan, zie dat. We pijlen niet kunnen doen. Daarom dat de AI ook zo goed is met pijlen. Als ze oudjes hebben, die kloten mij altijd zo hard. Ik moet zelfs niet aanvallen. Nee, ik pijlen genoeg. Ja. Voilà. Het is gedaan. Oh, sorry Alexander, sorry, sorry. En sir, this is ours. Gewoon ook een paar doen. Oh, wereldwonder. Echt jammer dat die video's weg zijn. Maar er is al een mod, dacht ik, dat de video's wordt vervangen. Ik kan dat zelf ook heel gemakkelijk doen. Er is een file met die video's. Die foto wat je juist zag, was eigenlijk een video met die sound. Kun je gemakkelijk vervangen door de oude video's. Hé, hey, Parfait is hier. Orders. Engage the enemy. Engage the enemy. Ik kan gemakkelijk met horses naartoe gaan als ik wil. Oh, dat is jammer. Kan ik geen mercenaries maken? Oh, ik denk dat dit wel genoeg is. Oei. Confirm. Ja, perfect. Ik kan een bettering eraan maken. Oké, okay, goed zo. No more move, sir. Wat moet ik met deze doen? Moet ik Greek cities aanvallen? Nee, ik zal er gewoon neutral mee blijven. Ik zal deze rebel settlement eens aanvallen. Hela, wat zit jij hier te doen? Je bent toch een ally? Orde, sire! My sire! 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 My orders?
Holy shit, ik heb een echt een dik leger. Prepare for battle. Besieging settlement. Val mij maar aan. Besieging settlement, sir. Oh, damn. Deze moeten nog mee natuurlijk. Sire, mighty general. Mighty general. Mighty general. Combining troops. Voilà. Construction. Oké, dat gaan we ook ineens in orde brengen. Why not telekinesis? Why not toilets? Sire. Jullie mogen vinden het daar. Oké, dat is goed. We gaan eens kijken waar we allemaal bouwen. Oh, fuck, het is al hier een port maken. Ik kan ook geen geld genoeg hebben om alles te kunnen bouwen. Dus ik kan alleen de belangrijke settlements pakken. Of ik sla het gebouwen even over. Ik ga nog wat Tesla Cavalry maken, why not? Moving! We hebben een spy, gaan we naar Armenia. Iedereen naar Armenia, kom. Hey, Seleucid zijn we hier. Oké, nice. Hebben ze het gevecht verloren? Ja, oké, dat is goed. Dat is heel goed zelfs. Dan kan deze force eigenlijk gebruikt worden om mee naar Armenië te gaan. Nou, deze settlement is het ook dood. Normaal gezien. Denk ik toch. Hopelijk. Deze jongens gaan we ook naar hier sturen. Want hier hebben we ergens dus ook nog een dorp. Ja, daar hoor. Oké. Mighty General. My ears are yours. Can I? Awaiting your command. Zullen we eens verder sturen? Ga weg. Prepare for battle. Yes, mighty lord. Yes, my liege. Oh, dat is een Carthaginian force. Can he debribe? If we may have a private word. Oh nee, ik kan ze priben als ze echt aan het besiegen zijn. Ik kan mijn diplomaat gewoon even hier laten. Maar ja, mijn mannen gaan er nooit op tijd zijn. Dat is 1, 2, 3, 4, 5, 6 turns. De rest kan ik niks meer doen. Ja, ik kan nog een paar gebouwen maken eventueel. Ik zal eens kijken hier. Ja, hier kan ik nooit iets maken. Land clearance. Ja, we zullen dat pakken. En misschien cavalry stables? Why not? En dan is ons geld op. Oké. In turn. Oh, de Seleucids vallen ons aan. Ik ben eens benieuwd. Wait my orders. Oké, we zullen eens kijken. Chariots gaan mij gewoon zo hard fokken. Maar nu heb ik wel een beetje cavalry. De Kibidimu Warriors en Desert Cavalry. Die kunnen heel gemakkelijk die general aan. Zelfs enkel Desert Cavalry kan die general aan. Dus ik heb geen schrik. Jullie mogen weggaan. Hier is geen hill of zo. Een klein beetje, maar. Gaat ons niet veel helpen. Oh, misschien toch een klein beetje. Ja. Zullen we het gewoon zo laten. Ik dacht dat we nog iets doen, of.
Nee, wacht. Mijn general mag even hier blijven. En dan mag ik wat kills maken op een Peltas unit. Jullie mogen naar hier komen. We zien hier eigenlijk al, het is Discovery. Oh, wauw. Nice. Die zien er precies allemaal hetzelfde uit. Oké, daar is een general. Oké, okay, nice, ze komen naar ons, dat is goed. Een beetje chariot bonus. Go, man. Oké, deze cavalry zou dat toch niet alleen hebben aan kunnen. Maar kom maar jongens, die general moet dood. Hopla! Goed zo. Back to his palaces and prostitutes. Nog nooit gehoord. Oké, wat we gaan doen is zo'n groepje peltes pakken. Oh, nevermind. Is niet nodig, de general is tegengekomen. Ik ben eens benieuwd wat die general gaat doen zelfs. Ik ken hier zelfs een mass route veroorzaken. Hun general is toch dood. Well, fuck it, ik ga dat eens proberen. Oh my god, ze vallen allemaal. Drie trekken, jongens. Even wachten tot ze echt uitgeput zijn. En dan kunnen we toeslaan. Oké, okay, tired, winded, winded. Oké, okay, dat zal niet al lang meer duren. General over? Oké, okay, perfect. Kom maar. Oké, okay, nu komen ze niet meer. Ga lopen alsjeblieft. Jullie general is dood. Oké, okay, nice. Oké, okay, jullie gaan fire het wel uitzetten. Jullie gaan die mannen opwachten aan de poort. Mijn mannen worden bekogeld. Ja, dat was niet zo slim. Ga weg bedden in de warriors. En jullie zijn ook niet weggelopen. Oh my god. Oké, okay, ze zijn teruggekomen. Dat is goed. Kom, en blijven vluchten.
blijven vluchten. Stop met terugkomen, jongens. Oké, nog een charge als jullie dat nodig hebben. Oh wow, die was nog niet dood. Waar zijn jullie aan? Ah jongens. Dan naar binnen. Oké, perfect. Snel de muren overnemen, de general is hier dood, dat is goed. Jullie moeten naar hier komen. En ze weten kunnen ze niet meer binnen. Even de tijd afwachten. Oké, nice. Victory lies in... Wel jammer met mijn Desert Cavalry dat die groep zo goed als dood is. Moet ik hier al Cavalry Stables gaan maken, of gewoon Stables. Hoe het ook noemt, moet ze kunnen retreaten. Oh, die gaan we exterminaten, uiteraard. En nog een wonder of the world. Worden aangevallen. Door de rebels. Tweemaal hoplites. En de skirmishes hebben we weer nog. Nog meer hoplites. Oké, fuck you. Helikernes, dus dat is eigenlijk echt... een agressieve settlement. Vanaf het moment dat je die besiege, je ziet het, zelfs met een groot leger, zeg je die, oh, we vechten terug. The smell worse than my order. Oh my god, ze hebben de heel advantage. Waar is de stad eigenlijk? Daar is de stad, dus daar komen de reinforcements. Maar ze hebben... ook heel advantage. Juist, heel advantage. Fuck. Ja. Zullen we kijken en er het beste van maken, zeker. Goh, waar kunnen we het beste... mijn troepen het beste hier kunnen zetten. Even alles hergroeperen. Oké, is best. Ik heb volle back missiles wel, dus. Zullen we kijken, hè? The enemy have proved their cowardice. They have reinforcements. As if numbers mattered. Units run!
What the fuck? Hoe is het nog aan die lopen, jong? Oh, no, but... Waar zijn jullie in een vellingsformation? Heb je dat ook gevraagd? The enemy general flees like a frightened child. Now attack and break the will of his followers. And break the will of his followers. Oké, moet ik heel snel naar deze hoplights gaan? En dan zo snel mogelijk je het ook laten vluchten. Oké, nice. Dan hebben we geen last meer. Drive them from the battlefield. En nu snel lopen. Snel. Ik niet een oudje zegt pakken, want anders gaat het niet goed komen. En die Rodian slingers. Hopelijk zijn mijn chariots er sterk genoeg voor. Maar ja, zoals ik al eerder zei in een andere video, fucken die mij altijd op. Want die is direct dood, zeker die generals. Ik ga niet in de buurt van die hoplights, vergeet het. Geen ijzer schoen. Jij mag naar hier. Oh nee, ga niet naar die fucking hoplights. Ga weg daar. Ga weg daar. En jullie, achtervolg die kritenaartjes. Skirmishing, come on. Doe wel zelfs in melee gaan. Gewoon terug hier en terug aanvallen. Ik wil toch precies alleen maar melee, dus ça va nog. Aanvallen. Wavering, en dan nu is het weer broken misschien? Oké, terugtrekken. Jullie schieten op die mannen. Tegen dat ze aankomen zijn ze toch dood. Oké, ja. Dat is goed. Jullie terug aanvallen. Charge bonus. Dan shaken, come on. Nu moeten ze toch gaan vluchten of niet? Oké, nice. Dat is geen werk, wil. Die mannen zijn dood hier. Perfect. Deze mannen zijn hier ook dood. Jullie moeten terugkomen. Oké, nice. Your distance.
En die gaan ook zo lopen. Nee, we gaan continue wel doen. Oké, de general is dood, dat is goed zo. Als final kill. Oké, nice. Oké, thank you rebels voor Halicarnassus. Weer alle wonders. Al die wonders zijn hier. En hier hebben we nog een wonder en daar hebben we nog een wonder. En we zijn rijker geworden. Oh, dus de eerste keer dat ik zelfs over de 10.000 ben. Als ik me niet vergis. Wat zit je allemaal te doen? Oké, faction destroyed. Seleucid zeker. Ik weet niet wat die hier zitten. What the fuck? Hallo game. Je mag ook wel. Oké. Ja, Seleucid Empire is dood. Oh, dat is jammer. Dat is jammer. Drie wereldwonderen veroverd in één turn. Of haar twee turns. Deze turn duurde zo lang dat dat. Echt. We kunnen naar Parthia gaan, maar we kunnen ook Parthia negeren en direct naar Armenia gaan, wat we eigenlijk moeten doen. Maar ja, dan gaat Parthia mee aanvallen. Op zich maakt dat ook niet zoveel uit, denk ik. Het ding is, als ik mijn army naar Armenia ga hier, dan kan Parthia mee. Ja, misschien toch beter aanvallen. Attack! Attack! Dank je, wat zit hier allemaal? Wauw! Dat zien er sterke mannen uit. Wauw! Mighty General, Sire. Combining troops, Sire! Combining troops. My lead, or. Niemand kan weg, shit. Oh, Rizrain, we kunnen hier een discovery maken. En chariots! Oh, dat is heel interessant. Oh, Seleucia. Ik wil jou zeker niet kwijt. Zeker niet. Oh, fuck. Public order is wel naar de zak. Oké, best een beetje wat mannen terugsturen. En het is hier wat een beetje voldoen. Maar holy shit. Heeft ze hier precies nog geen tempel? Dus laten we ook een tempel ineens maken. Oké, perfect. Wauw. Nice. Oké, er is een army in een army. Onderweg. Hier is de settlement. Wat hebben ze hier eigenlijk? Oh damn it, ze hebben hier archers. Why not? Why not? Why not? En Carthage is aan besiege. Oké, okay. Bribe. Ik wil Lepnik. Lepkis Mag. Hoe noemt die settlement? Lepkis Magna. Oké, okay, wauw. Dat kon ik even niet aan. If we may have a private word, well. Oké, alsjeblieft. Alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft. Wat hebben we hier? Merchant. Oké, dat is goed. Yes, 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 my liege. Yes. Geen andere Carthaginian army, perfect. Ik denk dat wij nu al tijdig hier kunnen geraken. Engage the enemy. Wel, ik zal mijn chariots verder laten sturen. Die zullen er waarschijnlijk een turn eerder geraken. Ja, perfect. Oké. Okay.
Mighty General, my liege. Onward! Oké, okay, nice. Ik kan iedereen wegsturen. Move out! Mighty General! Move out! Using Greek ships. Oké, verder zien we de armies. Ah ja, we zullen zien of ik mijn diplomaat daar kan, ja, kan geraken. Welcome, friend. Compensatie. Offer a pay to suitable price to retrieve any past transaction. Ah. Give hatra of... Hey, zot. Zot. Hey, hier, alsjeblieft. Settle all past grievances. Ja, oké. Okay. Let us put this behind us. Oké, okay, nice. Welcome, friend. Kunnen we military access krijgen? Your offers? Very demanding. Ik heb dat nodig. Might offer attack faction Armenia. Dat is eigenlijk de reden waarom ik dat wil. You do not fool us. Ah, fuck you. Ik wil eigenlijk door uw land gewoon. Waarom... Ah. Orders? Moet ik maar zo gaan, hè. Welcome, friend. Waarom zou ik Hatra hier echt... Moet ik hier met jou aanvangen? Ik zal je naar de Griek sturen, zeker. We hebben hier een merchant, wauw. De belangrijkste settlements ben ik nu aan het bouwen, dus. Ik zou wel bepaalde dingen doen. Oké. Okay. Ik denk dat het nu tijd is voor de intern. Pavia komt onderhandelen. Greetings. Trade rights. In trade partners in Armenia en Scythia. Our thanks. Oké. Okay. Alliance misschien? Als jullie een alliance vormen, military access. Fuck you, ik moet er eigenlijk geraken om naar Armenië te gaan, jong. We zullen eens kijken of ze een alliance willen. We see no benefit to us. Oké, dan val ik je aan. Hey, Greek cities, wat doen jullie allemaal? Bolles af. Dat is een teken van oorlog. Town grows, Jerusalem. Oké, okay, nice. Ja, yeah, de fucking Greeks komen even bij mij spioneren. Zal ik maar eens langs de Greeks gaan, hè? Eens kijken of ze dat leuk vinden. Dan kan ik ineens de Rhodos pakken als ze dat willen. En als ze dat niet willen ook. Oké, daar is de Armenian army. Oh, fallen back horse archers. Holy shit. Orders. Silence, mighty general. My liege, onward. Move out. Sire, my or my liege. Zullen deze even verder laten sturen? Want die common horses wel nodig hebben. Oh, de rebels hebben hier niet aangevallen. We hebben ze eigenlijk in town. Die kan ik best gewoon zo laten. Laat die siege maar duren. Ordes! Ordes! Mighty General, sire! Prepare for battle! Besieging settlement, sir! Oh, ik kan binnenvallen. Besieging settlement, sir. Onward. Oké.
We hebben zij, ze hebben de fucking general. Persian cavalry. En oh, ze hebben niet veel horses archers. Horse archers, dat is goed. Let's do this. Units, double time. The enemy have proved their cowardice. They have reinforcements, as if numbers mattered. Wow, die ziet er echt nice uit. Units, vliegen, quickly, quickly. Hey, stop his friendly fires. What the fuck, die zitten meer met mij aan te doden. Zie, what the fuck. Zie hoeveel die van mij hebben gedood, dat kan toch niet. Die gaan maar niet lopen. Niet lopen, jongens. Nubian spearmen. Move, move, quickly, with all haste. Move, move, run. Order completed. Oké, waar gaan jullie niet meer lopen? Als hij de eerst stuurt, dan gaan die direct lopen. Ik ken het al. Nu mijn spearman trekt op niks. Maar ik was vergeten dat pink pyjama nog meer op niks trekken. Oké dan. Ja, die er een man naar binnen. Holy shit, die sukken echt zo hard. Allee, zie je nou. Hopla, ga maar lopen. Maar ik heb een beetje vrees voor een general. Die
ga dan mijn phalanxes oppakken. Daarmee ga ik mijn general in de buurt houden. Wat hebben we hier? Is het cavalry? Oké. Persian cavalry, laat maar komen. Eigenlijk een cavalry dat gaat vluchten van mijn. Van mijn chariots, wauw! En hier zijn ook wat pink pyjama mannen. Oh, what the fuck? Grappig, echt grappig. Oh nee, blijven jullie nog maar even buiten. Ik zie mijn slingers wel. Wat denken jullie te proberen? No. Try again. Oké, general komt er al. Oké, zien of we ze aankunnen in general. Maar normaal gezien wel, is geen probleem. Mijn general gewoon in de buurt houden. En rally. Oké, daar houden we in general. Dat is goed, perfect. Oké, okay, general is dood, dat is goed. General was a fool. He sacrificed himself rather than leading his men to a dignified defeat. Oh my god. Kutzooi. Motherfuckers. Oké, okay. Oh, er is een general in mijn campaign dood. Klaag ik? Nee. Fuck it, hij was toch een chariot unit. Fuck it, fuck it, fuck it, fuck it. Exterminate een city. Oké, okay, fuck you, general. Jij bent dood. Ah, ik kan zelfs archers maken. Nice. A Nubian cavalry. Wow. Maar beter desert cavalry is het beste. Oké, okay, dat is eigenlijk al goed dat ik deze city eerst heb genomen. Oh, maar ik heb iets niet plezant gezien. Parthia heeft ook dit. Oh.
Waarom zeg je dat ook nu pas? Parfia heeft ook deze, dus eigenlijk heeft Armenië maar twee settlements. Dat is dit hier en dit hier. Oké, dan kan het misschien goed zijn dat hij in de volgende episode, de laatste episode gaat zijn. Wie is dat hier eigenlijk? Merchant. Oké, dat is goed. Bij deze ga ik de episode beëindigen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en ik zie jullie bij de volgende video. Peace out.